Welkom bij een nieuwe uitzending van Studio De Graafschap. Met natuurlijk weer alles over het wel en wee van de superboeren uit Doetinchem. En natuurlijk ook vandaag weer twee gasten aan tafel. Jordan Casilla Calvete, speler van De Graafschap. En Peter Berendhaus, de voorzitter van het Te Borg toernooi. Heren, van harte welkom. Jordan, mogen wij jou al feliciteren? Ja, dankjewel. Ja, we hebben een bespreking gehad met de club en normaal alles is goed. Ik heb nog niet getekend, maar nu moet alles op papier goed. En... Ja, want jullie zijn mondeling akkoord, De Graafschap en jij, samen met je zaakwaarnemer. En dat betekent dat je nog 2 jaar superboer blijft? Ja, normaal wel. Ik moet nog nu alles op papier, maar normaal wel. Ik moet blijven normaal, ja. Waarom wil je bij De Graafschap blijven? Ja, omdat ik voel heel goed hier. Alles is goed, de ploeg is goed. Nu hebben we een beetje problemen, maar maakt niet uit. Zo, de coach ook is goed, de city is mooi, zo, yeah. Alles is goed. Oké. Want je woont in de Achterhoek, je woont in Doetinchem? Ja, ik heb een appartement hier en ik woon dichtbij van de centrum. Okay. 5 minuten sowieso is echt goed. En voel je je al een echte superboer? Ja, ik spreek nu, ik denk een beetje beter Nederlands. Yeah. Ja, is beter voor iedereen, maar ja. Ik voel het goed. Ja. Heel leuk dat je aanwezig bent, want je zei van tevoren... Eigenlijk wil ik het nog niet om hier aan tafel te zitten in de televisiestudio, omdat ik moeilijk uit mijn woorden kom in het Nederlands. Maar ik denk dat je heel goed te verstaan bent. Ja, dank u. Ja, het is niet dat ik wil niet komen, maar het is een beetje moeilijk voor mij om Nederlands te praten, ook op televisie. Op krant zo is het makkelijk, maar op televisie, ik ben een beetje... Ik denk dat de kijkers het in ieder geval heel leuk vinden dat jij aanwezig bent in dit programma. Dat hoop ik, daarom ben ik hier ook. Ja, naast je zit Peter Berendhaus van Te Borg toernooi. Ja, Te Borg toernooi is eigenlijk een merknaam aan het worden, toch? Iedereen kent het. Iedereen kent het en dat is ook goed zo. En inderdaad, het Te Borg toernooi is steeds meer een begrip, of is al een begrip. En daar gaat vanuit de Achterhoek de hele wereld over. En dat is gewoon fantastisch. Ja, soms staan de filmpjes op YouTube. Klopt. 2 jaar geleden nog een spectaculair doelpunt van De Graafschap. Ja, klopt. En toen waren we ook een aantal dagen lang de nummer 1 in Nederland. De meest bekeken film. We hebben iets van bij elkaar, ik geloof, 300.000 keer bekeken. Dus dat is gewoon fantastisch. Ja. Vorig jaar was Anderlecht op het toernooi aanwezig. Jordan Casilla Calvete gehuurd van Anderlecht. Ja. Karim Tarfi, die nu zwaar geblesseerd is, bezig met revalidatie. Die werd daar door De Graafschap ook ontdekt en overgenomen. Ja, het Te Borg toernooi staat natuurlijk garant voor talent. Ja, dat klopt. En dan vergeet je er nog één, misschien nog wel de grootste transfer. Dat is Bonatini, de topscorer van Cruzeiro van vorig jaar. Die ging een paar weken later voor enkele miljoenen naar Juventus. Dus dat is gewoon toch wel leuk om dat zo mee te maken van daarbij. Er zijn heel wat talenten ontdekt. Hè? De grootste, je gaf er net al eentje aan, maar natuurlijk ook Maxwell, Gomez, de doelman. Ja, Maicon, Luizão, noem ze maar op. Er zijn er zoveel geworden. Kijk, we kunnen pagina's vullen wel het halve boekje. En de halve Eredivisie heeft in Te Borg gespeeld. Maar goed, dat weet iedereen zo langzamerhand wel. Dus we pakken daar dingen, maar ieder jaar weer een paar uit die we in het boekje vermelden. Waar staat het Te Borg toernooi voor? Het Te Borg toernooi staat voor voetbalspektakel, het staat voor topsport, het staat voor gezelligheid, het staat voor Achterhoek, het staat voor prestaties. Ja, het is heel veelomvattend in feite. Het is gewoon ieder jaar groeien we ook in de organisatie, er komen steeds weer andere dingen bij, we leren ieder jaar. En het is ook een evenement voor jong en oud, waar iedereen zich thuis voelt. Oké, Jordan, heb jij met Anderlecht op jeugdvoetbaltoernooien gespeeld? Ja, niet in Ter Borg, maar wel op toernooien. Ja. In Frankrijk, ook in Nederland. Ja. Een beetje in de hele wereld. Ook een mooie met de belofte in Italië, via Reggio. Dat was ook een mooie toernooi. Zijn die toernooien belangrijk? Ja, denk ik wel, omdat er veel mensen die kijken die toernooi. Ja. Veel mensen ook van andere landen. Zo, het is, mooi, is een mooie beeld voor jou. Als je speelt goed, je kunt misschien naar een grote club gaan of zo spelers, zo Benati of zoiets. Ja. Maar zoals Te Borg toernooi en die andere jeugdvoetbaltoernooien, het zijn allemaal oefentoernooien. Of is er ook echt een prijs mee te winnen? Ja, ik denk voor een ploeg is het ook goed om de wedstrijd tegen andere ploeg van andere landen te spelen. Zo, ik denk is echt goed.
is niet alleen voor oefenen, is ook voor over je niveau in de wereld. Zo, ik denk is goed. Ja, want dat klopt ook wel. Want zeg maar, dat zeggen de teams ook altijd. Het is toch een bepaalde maatstaf waarom soms bepaalde spelers worden afgerekend. Van krijgen ze een contract, krijgen ze geen contract. En ploegen zien ook van, jongens, waar staan we in feite met onze opleiding op, in Europa, in de wereld? Want ze spelen zeg maar, tegen de beste van andere landen en van andere continenten. Dus dat is wel degelijk heel belangrijk. Ja, Ajax is natuurlijk al jarenlang een graag geziene gast op het Terborg-toernooi. Ja, maar die komen ook altijd met de crème, de la crème. Ja, dat klopt. Ja. En ook, ze maken ook gebruik van de dispensatieregeling die wij kennen. Dus als ze spelers meenemen van 20 jaar, zal ook nu weer gebeuren. Er zijn ook spelers die gewoon zeg maar, normaal in het eerste meedraaien. Ik geloof 2 jaar geleden, Daley Blind en Christian Eriksen. Ja, die heb ik allemaal gespeeld. Dus Boylissen, noem maar op. Je hebt de poster meegenomen van het aankomend toernooi. Ajax, PSV, De Graafschap, Porto, Cruzeiro, Atletico Mineiro, Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund. Ja, ja. Ja, heel sterk deelnemersveld natuurlijk met 2 Duitsers en 2 Zuid-Amerikanen. 2 Duitsers en 2 Zuid-Amerikanen. Vooral met de Duitsers zijn we erg blij dit jaar. Jarenlang konden we geen Duitser te pakken krijgen vanwege het feit dat het Terborg-toernooi vaak samenviel met de laatste speeldag in de Duitse Bundesliga. En vandaar dat er dus geen ploeg mag komen, want dat werd geweigerd door de Duitse voetbalbond. Mm-hmm. Dit jaar is er toevallig een vrij weekend ingepland vanwege de EK-kwalificatiewedstrijden. En gelijk 2 Duitsers en niet de minste. Ja, de Graafschap dus, ook altijd een graag geziene gast. Ja, die zijn niet altijd geweest trouwens, maar meestal wel. En in feite, de Graafschap is onze thuisploeg. Ja. En jij speelt bij de Graafschap, je hebt het naar je zin. De play-offs komen eraan. Zijn jullie je nu al aan het sparen voor de play-offs? Ja, ik denk nu we hebben nog 3 wedstrijden voor de play-offs. Zo is het nog een goede voorbereiding. We moeten nu winnen. En daarna, ik denk we zijn klaar voor de play-offs. Moet je die laatste 3 wedstrijden van de competitie wel winnen? Ja, ik denk het is belangrijk om goede spelen en winnen. Veel scoren en zo, ook voor onze vertrouwen. Ja. Zo we kunnen beginnen de play-offs in betere conditie, denk ik. Dus geen rust nemen in die laatste 3 wedstrijden? Nou, ik weet niet wat nog de bedoeling is, maar ik denk niet dat we willen sowieso winnen. Ja. En daarna winnen ook de play-offs. Want de laatste paar weken, de laatste paar wedstrijden, gaat niet zo heel goed. Dus een understatement, maar het gaat niet zo heel goed. Ja, de 2 laatste wedstrijden waren niet zo goed. Maar ja, dat is voetbal en we moeten nu... Vergeet deze wedstrijden en kijk alleen op de 3 wedstrijden en de play-off. Waarom zou het dan aankomende vrijdag tegen Dordrecht wel beter gaan? Ja, we moeten iets doen, omdat de andere wedstrijden waren niet goed. Zo, ja, we moeten nu sowieso iets doen zo, voor onze vertrouwen en alles. Mm-hmm. We hebben spelers die terug van gekwijst of gegort. We moeten goed spelen. Ja, want Arco Jansen die komt weer terug natuurlijk. Die viel af, of die speelde afgelopen week heel erg goed in Sittard. In ieder geval, hij scoorde 2 keer. Ja. Dus scoreboetjournalistiek is het dat hij het goed deed uiteindelijk. Hebben jullie hem gemist de laatste paar weken? Ja, natuurlijk. Anker Jansen is een belangrijke speler van onze ploeg. Mm-hmm. Maar nu, ik denk dat we moeten ook zonder hem kan spelen. Dat is niet een reden. Maar ja, hij is ook een goede speler en een belangrijke speler. Dus het is goed dat hij terugkomt. Ja. Hoe kijk jij aan tegen het eerste elftal van de Graafschap en de play-offs die gaan volgen over een aantal weken? Nou, ik heb de Graafschap een aantal keer zien spelen dit seizoen. En het is de ene keer is zeg je van, goh, er zit toch wel wat lijnen in en leuk. Maar de meeste keren zeg ik van, oei, van oeps. Ja. Is toch armoedig. Ja, wat moet er gebeuren? Ja, wat moet er gebeuren? Ik denk dat er ook bij de spelers zelf iets tussen de oren zit wat eventjes rechtgezet moet worden, bij wijze van spreken. In feite, het gevoel van dran, dat mis ik af en toe. Tenminste, als je over bepaalde houding spreekt. En ja, kwalitatief zou je zeggen van, moet het kunnen, maar het houdt ook niet over natuurlijk. En sommige spelers brengen gewoon het niet wat van tevoren gedacht werd. En dat is natuurlijk jammer. Ja. We gaan zo dadelijk natuurlijk nog meer bepraten over het Terborg-toernooi en natuurlijk ook over de Graafschap. Afgelopen week speelde de Graafschap thuis tegen Cambuur Leeuwarden. En toen werd de nieuwe supporters home voor de supporters uiteraard geopend. Een heerlijk likje verf. Het zag er weer perfect uit. En uiteraard was Studio de Graafschap erbij.
geworden wat je had gehoopt? Nou, dat dacht ik wel. Dit is in ieder geval fase 1. En we willen verder. En we willen er ook wel een DJ iedere wedstrijd in hebben. Maar dan moet ik graag wel een klein beetje meewerken. Dus ik hoop dat dat gaat gebeuren voor de supporters. Ja, super. Ja, ik vind als je met zulke beperkte middelen toch nog zoiets moois van weet te maken. Ja, complimenten. En ik vind het is veel warmer dan het voorheen was. Ja, ik vind het echt een heel mooi supporters home. En ik vind vooral wat allemaal met vrijwilligers gedaan is en heel beperkte middelen. Ja, ik vind het super. Hoeveel tijd ben je er druk mee geweest? Nou, dat laat ik me liever niet zeggen. Maar er waren toch wel weken van 55 uur en nog meer. Wat is er allemaal gebeurd? Kun je kort schetsen wat er allemaal is veranderd? Nou, ten eerste hebben we het een kleurtje gegeven. En elektrisch het een en ander veranderd. De muziekboxen erin. Prachtige mooie lichtbak erin. Gesponsord door Rob Kelderman, oud voetballer van de Graafschap. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Met dank aan de supportersvereniging. Ja, met dank aan met name de vrijwilligers van de supportersvereniging die dat gedaan hebben. We hebben overal materialen bij elkaar geritseld. In hun eigen tijd hebben ze zitten klussen. Groot compliment voor al die vrijwilligers. Destijds had je het erover dat het een bruin café moest worden. Is het dat al? Nou, dat begint er aardig op te lijken. Het is wel iets te zwart geworden, maar we gaan er nog verder uitwerken. Ja, we komen nu na de wedstrijd ook weer hier met de hele selectie. Dus af en toe gaan we met een paar groepen gaan we naar het supportershome. Ja, want dat zijn wel onze supporters, dus dan moet je ook gewoon gezicht laten zien. Ook al win je of verlies je, dan moet je ook zo moedig zijn om ook bij verlies hierheen te gaan. Wanneer ga je je eerste biertje hier drinken? Nou, dat ga ik zo strak doen. Is goed. Als jij er een uitgeeft. We gaan verder met de prijsvraag. Want de vorige week vroegen wij u, hoe heten de zonen van Jos de Jong? Hij heeft twee voetballende zonen en Jos de Jong was vorige week de gast bij ons in de studio. De namen van zijn zonen zijn Siem en Luc. Siem en Luc de Jong. Nou, en u kunt zo'n heerlijke graafschaptaart winnen. De winnaar of winnares, de naam daarvan die verschijnt op dit moment onder in beeld. En wij gaan door met de prijsvraag van deze week. En die vraag is, wie won vorig jaar het Te Borg-toernooi? Moet niet zo heel moeilijk zijn, want het Te Borg-toernooi heeft natuurlijk ook een website. Het juiste antwoord kunt u mailen. En wel naar studiodegraafschap@focus.tv. Studiodegraafschap@focus.tv. Zet even uw naam en telefoonnummer erbij en geef antwoord op de juiste vraag. Wie won vorig jaar het Te Borg-toernooi? Ja, zoals ik al zei, Peter Berendhaus, voorzitter van Te Borg Toernooi. De mensen kunnen dat waarschijnlijk heel makkelijk opzoeken via internet, via de website. Ja, via een paar muisklikken moet je er toch makkelijk achter kunnen komen, ja. Inderdaad. Jullie hebben, of Te Borg Toernooi staat bekend om de deelname van de Zuid-Amerikaanse ploegen. Ja, ja. Hoe is dat zo gegroeid? Hoe is dat zo gegroeid? Ja, dat is in feite historisch gegroeid, zou ik zeggen. In feite in 2000, toen kwamen dus de eerste Zuid-Amerikanen over. En praat zich ook rond in Brazilië en hoe succesvol dat was. En vanaf dat moment was het geen probleem voor ons om Brazilianen te contracteren voor het toernooi. En je ziet gewoon dat er in feite, ik wil niet zeggen een wachtlijst, maar er zijn veel ploegen die graag in Te Borg willen spelen. En niet alleen vanuit Brazilië, maar ook vanuit Argentinië en Mexico. Ja, klopt. Klopt. Heel gek. In Zuid-Amerika zijn misschien bekender dan in Nederland. Echt. En dat kun je ook zien als je bijvoorbeeld bij de grote clubs gaat googlen. Overal staat het Te Borg toernooi vermeld bij de clubs. En ook bij de palmares van de spelers. Dat ze op Te Borg toernooi gespeeld hebben. Dat ze eerste of tweede of derde zijn geworden. Ja, dat heeft toch wel behoorlijk impact. Wat is jouw droom nog als voorzitter van Te Borg toernooi? Droom? Jeetje, dat is overval je me een beetje. Maar ja, dat het toernooi toch een kwalitatief hoogstaand toernooi blijft en dat de continuïteit wordt gewaarborgd. En dat het nog in de lengte van jaren nog zo door kan gaan. En met het evenveel enthousiasme zoals dat nou ook gebeurt door alle medewerkers, vrijwilligers en noem maar op. Ja, de supporters van de Graafschap die willen ook graag het liefst op het Simonsplein staan, Jordan Garcia Calvete. En dat jullie die mooie schaal in de handen hebben. Ja, waarschijnlijk zal dat niet gaan als niet kampioen van de Jupiler League, maar wel in ieder geval met promotie. Zie je dat voor je, promoveren met de Graafschap, spelen in de Eredivisie? Ja, tuurlijk. Ik denk dat is de mooiste als we kunnen naar Eredivisie gaan.
Ja. Met play-offs is mooi. Voor iedereen, voor toeschouwers, voor ons. Ik denk dat kan. Ja, want bij Anderlecht kom jij niet aan de bak? Nee, in Anderlecht is gewoon echt veel spelers en is echt moeilijk om te, voor de jeugd. Ja? Zo, ja, in het begin van het seizoen waren we 40 spelers. Zo, ze huren een beetje spelers daar. Is moeilijk, ja. Maar dat is natuurlijk ook een aantal jarenlang jouw droom geweest. Om te spelen in het eerste elftal van Anderlecht. Ja, natuurlijk. In eerste instantie, ik wil echt in Anderlecht spelen. Maar daarna zie ik dat ik krijg niet mijn kans daar. Dus ik weet dat in Nederland altijd de voetbal is echt een goede voetbal normaal. Ik beslis voor de Graafschap. Ja, hoe is het met jouw maatje Karim Tavi? Want die is natuurlijk zwaar geblesseerd geraakt. Hoe staat het nu met hem? Ja, hij is nu een revalidatie in Anderlecht nog. Ik hoop voor hem dat ik kan bijna op het veld terug. En ik denk dat we voor volgende seizoen kan beginnen met de voorbereiding. En dan kunnen de supporters van de Graafschap ook weer van hem genieten? Dan speelt hij weer in het blauw-wit? Ja, dat weet ik niet, maar ik hoop dat. Omdat hij zo'n goede speler is en ik denk dat hij goed voor de Graafschap ook. Ja, en de bedoeling is natuurlijk ook dat er meer talenten van Anderlecht naar de Graafschap komen. Heb jij de Graafschap al een beetje adviezen gegeven van je moet eens op die speler letten? Ja, sommige keer de coach vraagt op mij op deze speler, op deze. Ik zeg, als ik ken deze speler, ik zeg als hij is goed of niet. Ja. En ja, maar ik denk, ja. En er komt er nog eentje naar de Graafschap toe? Dat weet ik nog niet. Op wie moeten we letten? Op welke positie? Nee, ik weet het niet. Ik kan niks zeggen. Ja, ze hebben natuurlijk vorig jaar met het jeugdteam op het Te Borg toernooi gespeeld. Zoals eerder al aangegeven, daar werd Karim Tuivy ook ontdekt. Ja. En die ging toen over. Speelt er nog steeds zo'n goede jeugd bij Anderlecht? Ja, ze hebben een echt goede jeugd in Anderlecht. Dus altijd, de formatie is echt goed, de trainers zijn goed, altijd veel trainings, alles. Zo. Ja, de jeugd zijn echt goed in Anderlecht. Ja. Peter Berendhuis, wat je nu ziet, nu weer bij Ajax, bij Feyenoord, ook weer een beetje bij de Graafschap natuurlijk. Zijn dat de jeugdspelers die uit je eigen jeugdopleiding komen, die dan ook echt doorgroeien naar het eerste elftal. Maar eigenlijk zie je dat nog veel te weinig in Europa. Hè? Dat klopt, maar ik denk wel dat het gaat veranderen. Ook vanwege de regelgeving van UEFA en de FIFA. Dat ze toch zoveel procent van de spelers die in het eerste spelen gewoon uit de eigen kweek moeten komen. Dus daarom denk ik ook dat dat soort ploegen steeds meer aandacht gaan schenken aan de eigen opleiding. En gewoon om sowieso al aan die eisen te voldoen. Maar goed, het is ook aan de andere kant, snijden het met z'n twee kanten. Want als je spelers uit de eigen opleiding hebt, ja, goedkoper kun je ze in feite niet krijgen. Mm-hmm. En je kunt ze kneden zoals je ze hebben wilt. Dus dat is alleen maar positief. Ja, als Ajax er even uitpakken bij Te Borg ten Noord, die al jarenlang komt naar de Achterhoek. Ja, ik geloof sowieso al van het Nederlands elftal 70% wat in Te Borg heeft gespeeld. En bij Ajax ook bijna. Van Fiesje tot en met Eriksen tot en met Daley Blind. Ja, ik denk dat inderdaad 70% van het Nederlands elftal heeft wel in Te Borg gespeeld. En van Ajax volgens mij wel ruim 80, hoor. Dus ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En dan zie je ook al dat ze toch op de goede weg zijn met de scouting en op jeugdige leeftijd de spelers naar hen toe te halen. Nou, wie gaat dit jaar het Borg toernooi winnen? Is lastig, is heel moeilijk. Kijk, het zijn allemaal favorieten. Vlak Porto niet uit. Dat is bijna het complete Portugese nationale elftal. Cruzeiro is momenteel Braziliaans kampioen. Atletico Mineiro, ook altijd top. Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen, de top van Duitsland. En allebei de ploegen uit Duitsland hebben minimaal 6 tot 7 spelers erbij die in nationale teams spelen. Het zijn in Duitsland of Turkije of andere landen. Dus ja, het is zo moeilijk. En je hebt te maken met de vorm van de dag. Blessures, noem maar op. Geluk heb je nodig. En de nieuwe hoofdtrainer van PSV komt naar Te Borg toernooi met zijn A1, Philippe Cocu. Ja, klopt. Ja. Dus hij mag zijn kunsten alvast een beetje vertonen in Te Borg. Daarbij, als je naar het team van de Graafschap kijkt, complete achterhoede speelde vorig jaar en 2 jaar geleden nog op het Te Borg toernooi. Ja. Ook bij de Graafschap dus heel veel spelers. Ja, dat is een goede zaak. Dus dat is echt ook iets over de kwaliteit van Te Borg. Kijk, als je niet serieus wordt genomen, dan komen de teams ook niet met hun beste materiaal naar Te Borg toe. Ze willen zich meten. En dat is alleen maar fijn ook voor het publiek, want ze zien echt de topvoetbal. Ja. Jordan Garcia Calvete, over 3 weken ga je de play-offs in. 3 rondes uit een thuiswedstrijd en dat 3 keer volhouden. Toevallig is de laatste zondag, de finale ronde, is tegelijk met het Te Borg toernooi. Het is wel de bedoeling dat je dan speelt die zondag.
Ja, tuurlijk. De bedoeling is spelen. Niet alleen spelen, maar ook winnen. Ja. Zo, ja. De bedoeling is tot het einde spelen en winnen. Zo, ja. Hoe erg leeft het bij jullie in de spelersgroep? Van we gaan zo de play-offs in? Nou goed, ik denk in het team is een goede mentaliteit voor winnen. We willen sowieso naar Eredivisie. Niet sommigen die zeggen nee of nee. Iedereen wil naar Eredivisie gaan. Zo. Maar hebben jullie de kwaliteit ook om met dit team in de Eredivisie te spelen? Ja, denk ik wel. Alleen, je weet, in een wedstrijd is veel dingen. De vorm van de dag, de gekwetst, alles zo, ja. Maar ja, de mentaliteit en de kwaliteit is ook daar. Maar de vorm van de dag moet nu wel komen, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nu, ja. We moeten nu, daarom zeg ik, de voorbereiding nu is echt belangrijk. Deze 2-3 wedstrijden nog, is heel belangrijk voor de play-off, denk ik. Ja, ik heb al heel veel gezien in het verleden met de Graafschap. Slecht seizoen en dan toch uiteindelijk promoveren. Hoe zie jij dat? Ja, alles kan momenteel. En hoe heet dat? Natuurlijk hoop ik ook dat die Graafschap op het hoogste niveau gaat spelen. En dat ze de play-offs doorkomen. Dus, maar goed, ze moeten het wel zelf doen natuurlijk. En ja, misschien houden ze het beste voor het laatst. Jordan, aankomende vrijdag, Dordrecht de Graafschap. Wat verwacht jij? Overwinning. Hoeveel? Nou, dat weet ik niet. Maar mag niet. Als we winnen, is goed. Dat is belangrijk. Peter, wat verwacht jij, Dordrecht de Graafschap? Dat eruit altijd lastig. Gelijkspelletje. Oké. Okay. Nou, wie weet, we zullen het aankomende vrijdagavond horen en natuurlijk zien. Heren, ik dank jullie allebei voor jullie komst naar Studio De Graafschap hier bij Focus TV in Didam. En natuurlijk bedank ik u voor het kijken. U kunt meedoen aan de prijsvraag. Geef aan wie was de winnaar van afgelopen jaar van het Teborg-toernooi en win zo'n heerlijke De Graafschap-taart. Graag tot volgende week, tot de volgende Studio De Graafschap.